mensen, daar zijn we dan. Nieuwe review heel erg bij elkaar. En we zijn vandaag in Leiden op het Leidens Ontzet. Dat doen we even door de week. Want ja, Leiden is maar 2 dagen. 2 dagen kermis. Dat is wel bijzonder, want hier staan gewoon zaken. Die hebben best wel even wat opbouwtijd nodig. Maar alles staat hier gewoon voor 2 dagen. Dan moet het een goede kermis zijn. Hè? En dat is het ook. En dan ook nog eens een keer bizar vanwege zijn ritprijs hier. Daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Hoe dat allemaal zit hier met ritprijzen. Normaal gesproken starten we weer altijd bij de nostalgische kermis. Dat doen we vandaag niet wegens tijdsgebrek. Mijn excuses, familie Duits. Ik kom jullie vast en zeker nog wel eens een keer tegen. Dan nemen we je weer uitgebreid mee in de video. Maar hier even in Leiden niet. Wil je dat trouwens wel zien? Kan je mijn vorige 2 reviews zien van de vorige jaren hier in Leiden. Want het is ongeveer, ja, precies hetzelfde. Nou, ik ga je laten zien wat hier allemaal staat in het te gekke, te dolle, drukke Leiden. We gaan starten, let's go! Als eerste groot vermaakzaak starten we met een Miami Trip van Ariaans. Een wipgebaar bij KMG met Tantolbank. Die vroeger van Dongen was. Maar nu al sinds jaren van Ariaans. Die we dan weer kennen van vroeger. De Flying Bob. Die heeft de Ariaans allemaal gehad. Ritprijs nu 9 euro voor een wippie. Waar een wippie normaal gesproken rond de 3,50 zit op normale kermis. Is het hier in Leiden gewoon 9 euro. En vol, hè? Dat is toch altijd gekkigheid. Die is niet te geloven hier in Leiden. Let's go. Je vraagt je misschien wel af, hoe komt dat dan die hoge ritprijzen hier in Leiden? Nou ja, exploitanten moeten een pacht betalen om hier te mogen staan. Dat is trouwens op elke kermis. Die pacht hier in Leiden ligt best wel hoog om de festiviteiten hier te kunnen bekostigen. Nou ja, dat houdt dus in dat de exploitant hier gigantisch veel betaalt voor maar 2 dagen. En dat maakt dan de rekensom zo dat de ritprijs hier gigantisch hoog is. Door de korte duur, het risico dus van de exploitant. Maar dus met name de hele hoge pacht om hier te kunnen staan, is dus die ritprijs hier zo aan de hoge kant. Mocht dat dus niet zo het geval zijn dat die exploitant hier zoveel vraagt, komt de exploitant niet uit de kosten en zal die hier zonder winst weggaan. En laten we eerlijk wezen, daar staat zo'n exploitant hier voor, hè, voor winst te halen in die 2 dagen. De Mega Booster van Bakker komen we dan tegen. Fabri Booster die ja, een beetje apart is, want het is een lagere Fabri Booster als een normale standaard Fabri Booster. Staat hij nu voor het 2e jaar, want hiervoor stond altijd recht. Niet, dus haar ook niet altijd, want hier hebben verschillende boosters gestaan. Wat denk je van een maximum van Zuidema? En ook de oude booster van Orderman heeft op deze plaats gestaan. Nou ja, zoals ik net zei, rechter en nu dus Bakker, die hier ook niet voor de eerste keer staat hoor. Nee, Bakker heeft trouwens wel eens op het grote plein ook gestaan volgens mij. Moet ik even gaan kijken naar de ritprijs, want die hebben ze goed verborgen weten te houden. Dus volgens mij ligt een kaartje plat, maar ik kan het niet zien. Nou, lopen wij even naar... Zo, hij gaat wel lekker vol gas, baby. Lopen wij even naar het pinautomaat, daar staat het meestal ook op hoor. We hebben even gekeken, 12 euro voor de Mega Booster. Daar krijg je geen extra lange rit voor ofzo. Nee hoor, het is gewoon een ramrit, want ja, het loopt ook nog eens gewoon lekker door hier bij de Mega Booster. Dus dat is ja, voor ons heel duur. Maar voor de mensen in Leiden, ja, die vinden dat blijkbaar normaal, want iedereen stapt in, dat is hier gigantisch druk, baby. Als je er een tientje over hebt, dan kan je hem nog eens even uitgeven aan de Supermouse. Van de voren een Revensal muisbaan. Ja, en hier begint dus die rij van de Supermouse. Er staat gewoon een gigantische rij voor die 10 euro. Ja, dat is bizar om te zien elk jaar, maar weer hier in Leiden. Hoge ritprijzen, zeer hoge ritprijzen. Maar die Leidenaren, het lijkt alsof ze nooit geen kermis gezien hebben. En dat ze gewoon hier instappen. Net als de normaalste zaak van de wereld is deze 10 euro voor de Supermouse. Even een leuk verhaaltje mensen, want er komt even een vrouwke langs, die komt hier langs die grijpkranen lopen, die zegt, ja hier hebben ze alleen maar de kleine piemels. Het is niet te geloven mensen, zelfs daar zijn ze al gewoon dat ze denken van, hè, ik heb daar een mening over, zou ik maar zeggen. Nou ja, foutje heeft niet in mijn boek gekeken, want dan hadden ze misschien wel een groter gezien, zou ik maar zeggen. Dat moet de volgende keer dan maar. Nou, het worden geen piemels, maar het wordt buurman en buurman. Nou ja, allebei kan je het niet uitpakken denk ik, maar één van de buurmannen dan. Ik ga voor buurman trouwens. Niet voor buurman, maar voor buurman. Ja. Nou. Oh, kijk eens. Kijk, als ik hem nou bij zijn hoofd weet vast te grijpen, dan... Als ik hem dan zo net naar boven kan wippen, dat hij over dat glaasje valt. Dat zou wat zijn. Oh, nee, dat was niet de bedoeling. Nou, wat ik me nou afvraag, Marijn, grootvermaakzaken zijn heel duur. Ja. Is dit ook duurder als op de normale kermis, zeg maar? Nee. Dat is toch apart, hè? Daar heb ik ook naar gekeken, inderdaad. Nee, dit zijn de normale prijzen. Normale prijzen, mensen. Opvallend. Geen prijs, maar wel in ieder geval weer een leuk shotje. Ja, leuk shotje, mensen. Bij Van Zetten, mensen, komt u even grijpen. Zo is het. We gaan weer verder. Als jij je afvraagt, mensen, de piemels zijn hier ook in Leiden. Ja, volgens mij wel. Die heeft heel zijn dak helemaal volgehangen met piemels, mensen. Het is niet te geloven. Nou, die vrouwtjes van net, die willen het niet wel hebben, zou ik maar zeggen. Houd in de gaten mensen wat de lampjes uit zijn, hè. Lampjes uit. Die zijn al vrijdag weer. We komen dan uit die straat, dan moeten we zo meteen die kant op. Maar hier staan ook nog wat zaken. Die staan echt letterlijk en figuurlijk voor het station. En wij vroegen ons eigen af, waar is er een kermis in Nederland die echt begint vanaf het station? Nou, we kwamen weer het Voorhout kwamen we langs. Nou, mocht jij een andere weten, laat het even weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd, want misschien zijn er nog meer, maar dat is hier wel gaaf, mensen. Ook een tip hiervoor als je kan kiezen of auto of trein. Pak misschien de trein om naar Leiden te gaan. Ik had het in Roosendaal over fotostudio dingetjes. Nou, dit is de derde al die je ziet mensen, dit is niet te geloven. En er waren net mensen gewoon enthousiast dat ze zo'n ding zagen. Draaien we door richting de cakewalk, dat is de crazy shimmy van Van der Zanden. Ja, we hadden laatst een discussie, hadden we buiten om de video, over de cakewalk in België die zo duur is. Die jaartaal voor mij van €5. Nou, hier doen ze nog een schepje erbovenop hoor. €7 voor de cakewalk mensen. En er zullen toch wel genoeg mensen ingaan, want ja, anders durf je het hier niet te vragen. De Crazy Jumbo van Lemmerman. Ook kinderzaken zijn heel erg aan de prijs hier in Leiden, alleen die neem ik echter niet mee in deze review. Omdat ik niet denk dat heel veel kinderen naar mijn video's kijken, omdat ik altijd zeg, mijn video's zijn niet geschikt voor kinderen. Tenminste, niet per se. Fire Ball dan van Stroeken. Dat is muziek wat je makkelijk meezingt. Ja, dat kan makkelijk hè, de mensen. Dat is niet geloven. En dan nog de tekst verkeerd hebben. Met lekker een beetje rook erbij. Dan hoort ook een Fireball. Dat snap ik natuurlijk wel. Als ik het goed zag, €8 voor de Fireball. Maar dat kan ook 6 geweest zijn. Ja, heel veel exploitanten dit jaar die kiezen voor de exploitantentruc. Ja, wat is dat voor truc? Ja, zo noem ik hem dan hoor. Het is het prijskaartje platleggen, zodat je het publiek lokt om echt recht voor de kassen te staan om te kijken hoe duur je bent. En dan hopen dat ze niet alleen kijken, maar ook gelijk kopen. Dat noem ik de exploitantentruc. Vorig jaar de Butterfly, nu de Cocoon van Mooi Boer. Even terugkomen op de Fireball van net, die moet €8 zijn geweest, want deze Cocoon vraagt ook €8 mensen. Maar dan kan je wel lekker trekken zie je al. En in die rustbaan, op een gegeven moment gaat daar natuurlijk zo'n doek overheen. En van oudsher is daar al een onderdeel bij vast en dat is namelijk dat daar, dat je in ieder geval, ja nu is dat bordje net omgedraaid. Kijk, kussen af mensen. Het is de enige attractie in Nederland waar dat legaal is. Kussen, heerlijk baby. Als je van houdt. Vorig jaar op deze plaats nog Chris Eckelboer met de Gone in 60 Seconds. Nu de route 66 van de voer. De ritprijs hier begint bij €6. Daarna heeft hij natuurlijk wel acties, maar €6. Dat is normaal gesproken 3,50 hè, op de kermis. Even ter vergelijking. We pakken ook nog even Marijn's verslaving mee, de monster erop. Daar komen er wel eventjes aan al mensen. Ook normale prijs trouwens Marijn dit. Ja, zeker. Normale ritprijs mensen, tenminste spelprijs. Nieuw van Nederland hoor ik net. Gaan voor die bonusballen, want dan komen de 26 gratis naar beneden. Dat is de bedoeling. Ik ben hem alle tijd niet meer tegengekomen, hè. Dan moet je altijd nog 50. Nou, in ieder geval niks. It's Showtime baby, dat is de Afterburner voor Leiden. Hij is van Frans van der Wiel. En voor het legendarische bedrag mensen van €10 kunnen we instappen. Daar krijgen we wel een goede rit voor hoor, want ja, dit is natuurlijk wel een van de betere Afterburners van Nederland. Gewoon netjes de nummer 2 kan ik gewoon zeggen. Maar ja, als kermis freak sla ik hem hier toch wel eventjes over die €10. Dat is me dan toch net even wat te veel. Dan pakken we wel weer een andere keer mensen. Leiden heeft verschillende Afterburners gehad. Ik weet nog de tijd van de Extreme dat hij op grote pleinen stond. Gaas heeft dat ook nog eens een keertje gedaan, heeft ook op dat grote plein gestaan. Maar de laatste jaren zijn voor de Showtime. Toen hebben ze nog een paar jaar de Impact gehad. Maar ja, dat is natuurlijk een technical park, Street Fighter in plaats van een Afterburner. Maar nu mogen ze dus weer rijk rekenen de laatste jaren met de schitterende Showtime. De mooiste Afterburner van Nederland. Hij is game over in ieder geval nu. Maar de kermis is nog niet game over. We hebben hier de Eurobal en daar hebben we dan een heel pleintje Jackie Boots, maar met 2 trampolines. En hier dan de Hurricane, die ook volgens mij van plaats gewisseld is. 2 jaar geleden stond hij op het grote plein waar hij vorig jaar stond. Geen idee, volgens mij stond hij helemaal niet. Leiden, kunnen we nog? Ja, we kunnen nog hoor. Geen probleem. Waar zijn die handjes? Nou, dat wordt in ieder geval wel moeite gedaan voor showen mensen. En ik zie hem voor de eerste keer vol. Dat is ook zo, ja. Ja, dat inderdaad mensen, een zaak die helaas niet overal aanslaat. Eigenlijk op de meeste kermis niet aanslaat, maar hier in Leiden, mensen, alles slaat aan. De Fire Ball zagen we net al vol zitten en nu hier weer de Hurricane. Het is niet te geloven. Er was er weer de molen bijgekomen, nu sta ik hier in Leiden, wil ik die molen laten zien, is die molen weg. Dat is niet te geloven. Die zijn in één keer weg mensen. Staat hij kort bij een molen, denkt nou dan zet ik die andere molen maar niet neer. Het is de Moulin Rouge. Ja, ook zonder dames en ook zonder plateau voor presentatie. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar misschien personeelstekort mensen. Dat zou zomaar kunnen. Het één na grootste glazen doolhof van Nederland, Rescue, kan je hier ook doen voor €7. Voor €7 kan je verdwalen mensen. Nou, er zijn mensen die hebben minder geld voor over, zou ik maar zeggen. Had €6 dan voor de familieachtbaan, de Crazy Clown van Buwalda. En dat is al laat, op de doordeweekse avond, maar hij zit ook gewoon vol hè mensen. Nu moet ik wel zeggen, heel veel Leidenaren die hebben vrij vandaag en morgen. Speciaal voor deze Leidens Ontzet. Triller dan van Lemmerman, het hoogste spookhuis van Nederland, 3 etages hoog. Die kan erin voor €9. Hij komt voor 2 kermissen in Nederland, tenminste dat was het afgelopen jaar. Around the World XXL van Jean van den Beek staat hier al een aantal jaar achter elkaar. En ik zei het net al in het begin, 2 dagen duurt deze kermis. Nou ja, daar moet je wel even een toren van 80 meter voor willen opbouwen. En Jean van der Beek die doet dat dus gewoon. Want zo'n toren, daar zijn ze toch al snel een hele dag mee bezig om deze op te bouwen. Dat heeft dus Van der Beek over voor 2 dagen kermis. En dat betekent dus gewoon 2 dagen bouwwerkzaamheden. Het zij opbouw of het zij afbouw. En dat wil wel zeggen over Leiden. Nou, en dan komen we bij die ritprijs. Houd je vast. Een ritprijs van €15 mensen voor deze schitterende funtime toren van 80 meter hoog. Wel met een Duitse operator en dat vind ik altijd wel vet hoor. Hij reist ook heel veel in Duitsland natuurlijk. En dan is het logisch dat hij een Duitse operator heeft. Slechts 2 keer hebben ze in Nederland, doet hij dit jaar. Crazy Spider, ja, of Happy Spider, ik weet eigenlijk niet nooit wat ik helemaal moet zeggen. Voor €9 als ik het goed zag. Kijk even naar mijn redactie. Ik ben nou aan het twijfelen namelijk. €9. Voor een politie. Ja. Wij zitten er wel keihard op te lachen mensen, want ja, wij weten natuurlijk dat het allemaal veel goedkoper kan. Maar voor de mensen in Leiden is het blijkbaar gewoon normaal. En laat eens even weten als jij uit Leiden komt, laat eens even weten of je ooit op een andere kermis bent geweest. En of jij deze ritprijzen normaal vindt. Laat eens even weten, want iedereen gaat er massaal in. En dat vind ik elk jaar opnieuw bewonderingswaardig. Een €10 voor de snowjet. Ja, daar kunnen wij als kermisfan alleen maar kijken en lachen mensen. Want ja, ik moet je eerlijk zeggen, normaal gesproken heb ik het er voor €3 nog niet voor over meer te stappen. Laat staan voor fucking €10 en hij zit gewoon vol hè. Ja, leuk voor de kant hoor mensen. Eerste pingdate van Jackie Bootsma. Die kwamen we trouwens ook tegen in Luxemburg, stond hij ook helemaal. En dan hebben we hier de VR van Stroeken. De tweede oude scooter is dus Cars for Stars. Van Cars. Slash Eckelboom. Natuurlijk even weten of meneer Cars de boel deed oplichten. Overigens, het is weer wel jammer dat hij nou net die oude scooter uitdrukt als ik hier sta. Hè. Maar nee hoor, gewoon €6 hetzelfde als de Route 66. Even een volgend shotje, nog een nieuw shotje voor de oudscooter, want anders wordt meneer Karsloos. Die denkt, ja, ik heb ervoor betaald en hij doet helemaal niks. Nou, doe maar wel hoor. Hoppakee, even een lekker shotje erbij. Zoals je aan het begin van de video al een beetje kon begrijpen, Orderman die staat al heel lang in Leiden. Al met zijn kleine booster heeft hij al gestaan, volgens mij met de eerste booster zelfs ook al. Nou, daarna dus met de kleine booster en ook met de booster max heeft hij hier verschillende keren gestaan. En nu dat hij dus de Speed XXL heeft, de Speed 32 van KMG, de Airborne staat hier ook gewoon trouw. Komt nu vanuit Weert, daarvoor stond hij in Duitsland, een aantal kermissen heeft hij daar gedaan. Wij hebben hem daar gezien in Bonn. Maar op al die kermis heb ik hem nog niet zien draaien voor €20 mensen, want ja, koop je natuurlijk echt €20 voor de Airborne. En dan is het ook nog eens een keertje zo dat exploitanten mogen zeggen aan het eind van de, of in de loop van de avond, wij gaan met de ritprijzen omhoog. Dus hij zou nog duurder kunnen worden en 's middags zou het nog goedkoper kunnen zijn, want er variabele ritprijzen zijn. Dus de ritprijs die ik vandaag nu meegeef, die zijn op dit moment zo hoog, maar die kunnen nog hoger worden of iets lager zijn. Bij de breakdance van Zuidema. De breakdance 1, want ze hebben 2 breakdances. Dit was de breakdance die ze als eerste hadden in Nederland. Met nieuwe movenettes. Die kan je daar zien op elke lidmast er eentje. Net als bij de Futures in feite. Ziet er goed uit mensen, vet hoor. Je vraagt je natuurlijk af, wat is de ritprijs hier? Ja, ik begin alweer om te lachen. €12 mensen. Koopje, ja hoor. Ja, lekker hoor. Het is niet erover hè. En dan denk je, nou ja, €12. Hij zal het wel niet zo druk hebben. Nou, ik heb rondvloer nooit zo vol zien staan als hier bij Zuidema in Leiden. Hij heeft het gewoon wel druk, mensen. Funhouse Appreciatie Party van Meijer. Helemaal vol dus Funhouse. Voor €10 dubbele kassa erbij. Het is echt niet te verstoppen, mensen. Ik val hier elk jaar weer een nieuwe verbazing in Leiden. Jackie Boots, maar dan met de grootste pingdate die hij heeft. Dubai. Prachtige Skyvision van Hendrix als reusrad hier weer. Kan je voor €10, moet ik zeggen. Dat vind ik in vergelijking met de rest van de acties hier in Leiden nog wel meevallen hoor. Voor zo'n mooi groot reusrad. Het is het één na grootste reusrad wat we hebben in Nederland. En dan vind ik, ja, die €10, het is veel, maar het had nog erger kunnen zijn. Eén ding ben ik heel blij mee, mensen, dat daar die lelijke reclame van Cam Junkie Picture.org, dat weg is, gelukkig. Overigens voor de mensen in Leiden, wij vroegen ons af, wat betekenen die sleutels in het wapen van Leiden? Laat even weten in de reacties. Ja mensen, dat was de kermis in Leiden. Wat een mooie kermis mensen. Echt, er staat niet heel veel nieuws als vorig jaar. Maar wat er staat is gewoon heel goed. Voor 2 dagen mensen, voor 2 dagen wordt dit neergezet. Deze ritprijzen, ik had het er al over de ritprijzen mensen. Dat is toch ja, te bizar voor woorden. Ik bedoel, €12 voor een breakdance, €20 voor een airborne. Het is toch, het is geweldig om te zien. Niet om te doen, want ik doe geen attracties voor die prijs. Maar wel om te zien is dat echt prachtig. Tegelijkertijd zou je denken, zijn dat alleen de ritprijzen die het hier voor de fan bizar maken? Nee. Het is vanavond natuurlijk best drukker op de kermis. Heel druk eigenlijk. Heel goed ook. En dat moet het ook zijn. Maar dan zijn de duur van de rit is ook nog laag. We hebben ritduren van 2 minuten gezien, 2,5 zo'n beetje. Wat was Airborne ook? 2 minuten? 1 minuut 40 mensen voor €20 hè? Voor €20. Ja, en dat is voor ons heel gaaf om te zien. Wij gaan hier niet naartoe voor attracties te doen. Dat doen we wel op andere kermissen. Maar deze bizarre situatie met korte ritten en gigantisch hoge ritprijzen. En mensen die massaal instappen. Dat maakt Leiden geweldig. En dat maakt Leiden voor mij ook de laatste jaren wel een blijvertje. En daarom ben ik hier terug. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Beste show, die gaat uit naar, Happy Spider. Laat ik hier voor de Happy Spider gaan mensen. Heel veel rook, dus wij hartstikke leuk. En tot de volgende video. Podcast op jouw favoriete podcastplatform. Even luisteren. De enige kermispodcast ter wereld. Zeker luisteren. En tot de volgende video. Die komt uit het buitenland. Tot later.